Recentelijk zijn meer details naar buiten gekomen over de controversiële disqualificatie van Joost Klein tijdens het Eurovisie Songfestival. Zweedse bronnen hebben onthuld dat er zich wel degelijk een incident heeft voorgedaan achter de schermen, dat zelfs tot letsel bij de cameravrouw heeft geleid. Volgens betrouwbare Zweedse berichtgeving vond het incident plaats nadat Joost Klein een dreigende beweging maakte in de richting van de cameravrouw tijdens de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Hoewel de advocaat van Klein beweert dat hij enkel de camera heeft weggeduwd zonder bedreiging, suggereren Zweedse bronnen een ander verhaal. Een getuige op een Zweedse website meldt dat de cameravrouw met een steadicam aan het filmen was toen Klein zijn dreigende beweging maakte. Hierdoor schrok ze hevig en verloor ze haar evenwicht, waardoor ze struikelde en gewond raakte aan de kapotte lens van de camera. Klein bood volgens deze bron tweemaal zijn excuses aan, wat wijst op een zekere erkenning van zijn handelingen. Het is belangrijk op te merken dat Joost Klein volgens de Zweedse bron de cameravrouw niet fysiek heeft aangeraakt, maar dat haar letsel indirect veroorzaakt werd door zijn acties. Deze bron beweert verder dat de cameravrouw als backup werd ingezet en niet ervaren was met het filmen op zo'n grootschalig live-evenement als het Eurovisie Songfestival. De hele situatie heeft Klein diep geraakt, zoals blijkt uit uitspraken van zijn advocaat. Deze benadrukte dat Klein zich verdrietig voelde door de gang van zaken en terecht, gezien de onduidelijkheid en het gebrek aan context rondom zijn disqualificatie. Het feit dat hij niet mocht deelnemen aan het Songfestival heeft ongetwijfeld een emotionele tol geëist. Desondanks heeft Joost Klein de draad weer opgepakt en is hij recentelijk weer op het podium verschenen, ditmaal in Vancouver, Canada. Hier bracht hij zijn hit Europapa te gehoren, waarbij hij zich niet onthield van kritiek op het Eurovisie Songfestival. Op sociale media werden beelden gedeeld waarop te zien is hoe Klein fuck Eurovisie riep, wat aantoont dat hij nog steeds sterk betrokken is bij de zaak en zijn gevoelens niet onder stoelen of banken steekt.